Woensdag is de 37 e editie van het Nederlands Filmfestival van start gegaan met de openingfilm Tulipani van regisseur Mike van Biem. Tot en met vrijdag 29 september zullen er in totaal 42 speelfilms, 100 korte films, 97 documentaires, 16 videoclips, 22 televisiedrama's en 13 interactieve projecten te zien zijn op het festival, dat 10 dagen lang plaatsvindt in de binnenstad van Utrecht. Het NFF is een ontmoetingsplek voor Nederlandse filmprofessionals, maar ook voor filmliefhebbers die er 96 films in première kunnen zien gaan, zoals de kinderfilm Dikkertje Dap. Tulipani Het festival werd woensdagavond in de stad Schouwburg van Utrecht genopen door de tragicomedie Tulipani, geregisseerd door Oscar en Goudenkalvin naar Mike van Diem. De film gaat over een Zeeuwse boer, Gijs naboer die na de watersnootramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst. Aan de rand van een klein dorpje slaagt hij erin toe op een tekweken en groeit hij uit tot een levende legende. Volgens hoofdrolspeler Nader is Tulipani een hele lieve en sprookjesachtige film geworden. Ook heeft hij een goed gevoel over de film. We hebben al première gehad in Toronto en daar waren de mensen heel enthousiast. Dus we hebben de Canadese wind mee. Vertelt de acteur op de rode loper aan u punt namelijk. Ook regisseur van Diem heeft een goed gevoel over zijn film. Ik heb veel vertrouwen in Tulipani. Ik vind dat het een lieve film geworden is. Hoofdrolspel Stranneke Sluiters beleeft een spannende avond. Ik ben best wel zenuwachtig, want mijn ouders zitten in de zaal. Vertelt ze aan u punt namelijk. Het is mijn eerste filmpremiere, maar dan wel meteen in een superleuke jurk. Al dus de actrice, het Nederlands filmfestival heeft elk jaar een thema en dit keer is dat bleek voor Onder andere schrijver Arnon Grumberg en filmmakers Steffen Haars en Flip van der Kauw stelden binnen dit thema een eigen festivaldag samen waarin zij fragmenten laten zien die hen een andere kijk op het leven en hun werk hebben gegeven. Gouden kalveren. Op vrijdag 29 september wordt het festival traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Gouden Kalveren tijdens het gala van de Nederlandse film. Onder andere Brimstone van Martin Koolhoven en Tonio van Paula van der Roers gaan de strijd met elkaar aan in de race om het beeldje voor de beste film. Vorig jaar werd de Paradies Suite uitgeroepen tot beste film. De ceremonie is voor het eerst in lange tijd niet op televisie te zien. Wel zendt een Poffin special van de tv-show uit, waarin Ivo Nier terugblikt op het Nederlands Filmfestival.